En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er op en het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks geen zin als meer. Ja, dat zou wel straks maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil ik, is me toch een spul. Vanavond is er voetbal op tv, het vrouwenvoetbal. Gaat u kijken, meneer? Ja, thuis, ja. En u? Ja, ook kijken thuis. Ja, bent u enthousiast? Ja, enthousiast als bij de mannen. Ja. Ik kijk liever naar de mannen. Waarom? Het is gewoon voetbal, niks geen tier aan tijden erbij liggen, vallen en tijd rekken, opstaan en verder spelen. Als ze nu vanavond winnen, wat wordt dan de volgende stap, weet u dat? Ja, dan moeten ze de finale, dan komen ze in de finale. En dan denk ik dat ze die wat moeilijk wordt. Want er blijven alleen maar goede over. Nee. We wachten in spanning af, toch? Ja, Duitsland is trouwens, hè? Dat scheelt ook een hoop, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Dat heb ik toch verstaan. Dan hebben ze goede kans. Ja, ik heb er iets van gehoord dat het is. Maar. En ik weet ook dat ze tegen Engeland spelen. En dat het om dames gaat. Maar verder houdt het op. U bent geen voetbalfanaat? Nee, ik kijk niet naar de heren en ook niet naar de dames. Nee. Wat vindt u ervan dat er een damesteam is? Ja, goed, prima. Als dames het leuk vinden, mensen vinden het leuk om naar te kijken, vind ik dat prima. Ik kijk er niet naar, maar ook niet naar de heren dus. Nee, dan houdt het helemaal natuurlijk op, hè, als je helemaal niet van voetbal houdt. Nee, precies, ja. Ben ik heel nieuwsgierig. Wat gaat u dan kijken vanavond? Nou, dat weet ik nog niet, maar ik denk dat ik begin... Ik ga trouwens niet kijken, want we gaan naar de Chinees. Maar anders zou ik, denk ik, naar de quiz van de slimste mens kijken. En daarna denk ik iets wat ik opgenomen heb. Dat kan een serie of een film zijn, ja. Nee, ik heb wel wat anders gepland. Wat ga je doen als ik vragen mag? Ik ga al bij iemand slapen, anders. Okay. Dat zijn vrouwen, die kijken niet. Kijk je niet naar het vrouwenvoetbal of kijk je überhaupt niet naar voetbal? Ik ben sowieso niet van het voetbal, nee. Welke sport doe je zelf dan? Op dit moment geen. Ja, ik heb wel gehoord dat ze wel redelijk waren, dus ja, ik heb goede hoop. Ja. Dus met één oog toch op de tv en de andere oog slapen? Zoiets gaat het wel worden, ja. Zeker weten, ja. Ja, wat vanavond een spannende avond, hè? Ja, dat denk ik, hoop ik wel natuurlijk. Wat verwacht u? Ik verwacht toch dat ze winnen. Ja? Ja. En dan gaan ze naar de finale? Ja, dan gaan ze naar de finale. Ja. Ik vind vrouwenvoetbal leuk, omdat het echt voetbal is. En ik vind het mannenvoetbal eigenlijk een beetje een geldbusiness. Ja, en dat vind ik, het is sportiever, het is opener. Dat vind ik van vrouwenvoetbal dan niet. Omdat het vrouwen zijn, want ja goed... Ze zien er eigenlijk op het veld ongeveer hetzelfde uit als mannen, dus. Maar u hebt wel gelijk, want er is een hele grote transfer geweest, hè? Ja, ja. Wat was het? 222 miljoen? 222 miljoen, geloof ik, ja. Gisteren was er een mevrouw op tv die zei ook, kijk eens hoeveel mensen je ervan te eten kunt geven. Ja, dat is ook zo. Ja, dat is ergens belachelijk. Maar ja, wij doen het eigenlijk, of wij, ik niet, want ik ga nooit naar het voetbal in het stadion. Maar mensen betalen ook 70, 80, 90 tot 100 euro of nog meer voor een entreekaartje. Dus, En de vrouwen, die verdienen niet zoveel? Nee, dat komt nog. Het zou heel goed kunnen. Ja. Geniet vanavond, hè? Ja. Dank je wel. Tot ziens. Vanavond voetballen, meneer. Geweldig. Gaat u kijken? Jazeker. Ja. Wat vindt u ervan? Ik vind de dames leuker om te kijken naar het voetballen als de heren. Ze gaan niet liggen, ze hebben geen flauwekul, ze voetballen op hun manier. En dat zie je bij de heren niet meer. Hè? Degene die wint, die heeft ook een beetje geluk. Dan gaan we daarvan uit. Ga lekker genieten vanavond. Ja, zeer zeker. Dank u wel. En ik gun ze het van harte. En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er op en het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks geen zin als meer. Ja, dat zou wel straks maar zeggen.